Hallo. Als er één ding is dat echt een deel is van mijn dagdagelijkse gewoontes, dan is het gebruik van etherische olie. Ik noem ze dokters in een flesje. De geurmoleculen van bloemen, planten, zaden, bomen, die werken eigenlijk als een soort feromonen om insecten aan te trekken of af te stoten. En het zijn precies die dingetjes die ons ook helpen om te herstellen, tot rust te komen, alerter te zijn of zelfs ons sensueler te voelen. De essentiële olie in zo'n plant is maar in een hele kleine hoeveelheid aanwezig en daarom heb je vaak heel veel nodig om een liter olie te maken. Bijvoorbeeld 150 kilogram lavendelbloemen voor 1 liter lavendelolie of 4 ton rozenblaadjes voor 1 liter rozenolie. Dus daarom zijn die olietjes natuurlijk niet goedkoop. Als je ze in een winkel vindt voor een paar euro, laat ze dan alsjeblieft staan. Dit zijn de goeie. Dit zijn natuurlijke, 100% biologische etherische olietjes. En die helpen en boosten jouw gezondheid. Je kan met essentiële olie je gezondheid ondersteunen, maar daarom is het heel belangrijk dat je de juiste flesjes kiest. Het eerste wat je ziet is een donker flesje. Heel belangrijk om de kostbare olie die erin zit te beschermen tegen het zonlicht. Deze biologische plantaardige oliën worden verkregen van een eerste koude persing van de zaden of de noten. Ze zijn 100% puur en biologisch en biogecertificeerd. Dat kan je zien, want er staat een symbooltje van op de doos. Verpakking vertelt je altijd heel veel over dit soort producten. Essentiële oliën zijn zeer geconcentreerd en daarom is het belangrijk dat je er voorzichtig mee omspringt. Dus het doosje goed bekijken en advies vragen aan de persoon die ze verkoopt. Er zijn een hoop trucjes om met etherische olie je leven aangenamer te maken. Maar ik begrijp wel dat je misschien zoiets hebt van, goh, hoe vind ik daar mijn weg in? Wel, dit zijn synergieën. Synergieën zijn samenvoegsels van verschillende etherische oliën met tot doel bijvoorbeeld wakker te worden, je beter te kunnen ontspannen, te concentreren, noem maar op. Nu verdampen we dat met een ultrasone verdamper. En wat doet dat? Daar komen minuscule, miljoenen deeltjes, geurmolecuultjes vrij en die ademen we in. En het is wetenschappelijk bewezen dat binnen de 20 minuten heeft dat effect op onze diepste cellen. En maakt het je dus wakker? Ontspant het je? Of helpt het je ondersteunend met je gezondheid? Deze Always Zen helpt mij als mijn hamsterrad niet wilt stoppen met malen. En weet je wat ook helpt? Als je zo een druppeltje op het rolletje van je wc-papier doet. Dus op dat kartonnen rolletje doe je 1 of 2 druppeltjes en elke keer als je naar het toilet gaat, kan je zeggen, ik zen zen. Dat is een tip. Na een stressvolle dag kan je zo thuiskomen als een opgedraaid konijn. Wel, dan helpt misschien de Ayurveda. De Ayurveda is een samenvoeging van allerlei Indische kruiden. En die Indische kruiden, dat geeft ons een gevoel van welbehagen. En Ayurvedisch wil zeggen in balans. En daar houden wij van. Hè? Weet je wat je ook kan doen met deze? Stel, je hebt echt een hele drukke dag gehad en je moet nog koken voor iedereen. Dan doe je al een paar druppels in een neutrale olie. En die neutrale olie met een paar druppels doe je in je bad. Je laat je badje vollopen en je laat het rusten. En je laat de hele badkamer en je huis vullen met deze geur. Als iedereen dan gegeten heeft en er moet afgewassen worden of de vaatwasser moet ingeladen worden, dan dompel jij je hierin onder. Weet je dat je dan geweldig voelt? Er zal misschien wat gemor uit de keuken komen, maar dat negeer je dan liefdevol. En als je je lijf en je leefomgeving wil zuiveren, dan helpt de Green Detox. Green Detox, ofwel zuivere longen, zuiver lijf en een zuiver huis. En hoe bereik je dat? Gewoon een tissueetje, 2 druppeltjes erop doen, in je stofzuiger opzuigen. En als je dan stofzuigt,
dan gaat je hele huis lekker ruiken. En zo'n tissueetje gaat heel lang mee in de geur ook. Geweldig. Een gedetoxed huis. Als je behoefte hebt aan het vriendelijke duwtje of schopje onder je kont, dan kan je gaan voor de Red Energy. Dat is deze. Die helpt ook als je zegt van, goh, ik wil toch een beetje sportiever gaan leven, maar ik kom thuis en ik voel mijn schotel vod. Red Energy helpt dan. Ik doe hem soms in het strijkwater. Dan ruikt het lekker. En vooral sportkleding, hè. Als je die wast, daar kan zo altijd een geurtje in blijven hangen. Doe 1 of 2 druppels bij je wasmiddel en je sportkleding ruikt lekker en geeft je energie. Hoe goed is dat? Wist je dat je door geur zelfs je erogene zones kan wakker krijgen? Dus je hebt de druk, je hebt veel stress en jij en je lief vallen alleen maar in elkaar op de bank als ingezakte plumpuddingjes. Wel, deze helpt. Kinderen naar een vriendje laten spelen en deze verdampen. Het belooft sowieso vuurwerk. En als je nu al dat verdampen en gedoe met flesjes, dat je dat te veel werk vindt, dan kan je ook zeggen van, ik ga voor een roller. En deze is zo'n geweldige. De Goodnight, toepasselijk, die rol je gewoon op je polsen. Of op je slapen. Of in je nek. En je komt als vanzelf tot rust. Je kan zo'n rollertje inbouwen in je slaapritueel. Dat wil zeggen, als je elke avond dat rollertje gebruikt op je slapen of op je polsen, zo'n half uurtje voor je naar bed gaat, dan weet je lijf al, het wordt tijd om tot rust te komen. En die etherische olie gaat nog eens extra duwen in de richting van tot rust komen. Melatonine, slaaphormoon aanmaken en lekker slapen. Werkt goed ook, je hebt ook rollertjes tegen de hoofdpijn, noem maar op. Maar ik vind deze geweldig. Deze natuurkrachten zijn essentieel om je te ondersteunen in een gezond en evenwichtig leven. Nog een paar tips. Alle etherische oliën zijn dus essentiële oliën en die gebruik je niet op kinderen jonger dan 3 jaar. Berg ze ook veilig op. Verder, alle citrusolieën zijn fotosensibiliserend. Dat wil zeggen dat je er, als je dat op je huid gebruikt, sowieso altijd met een draagolie, dat je er niet mee in de zon mag komen, want dat zou vlekken kunnen geven. En vooral, sommige olieën mag je niet inwendig gebruiken. Lees altijd de verpakking en vraag advies. Er zijn nog een hoop tips die ik je kan geven. En die kan je nalezen op mijn blog via onderstaande site. En nu heb ik een cadeautje voor jullie. Want als jullie goed hebben opgelet, dan weten jullie nu een trucje hoe je lekker zen op de wc kan zitten. Wat moet je daarvoor doen? Stuur me in een persoonlijk bericht de oplossing. En wie weet ben jij dan de winnaar van deze mooie doos met al een starterskit met etherische olie. Dus ik zou zo zeggen, geniet nog van je dag. En straks lekker slapen. Tot ziens.